Als je tienduizenden volgers hebt op Instagram, dan staan merken in de rij om reclame te maken in jouw foto's en video's. En dat is dus ook het geval bij de Zweedse Instagrammer Johanna Olsen. De 38-jarige vrouw reist de wereld over om de mooiste foto's en video's te maken. Maar nu krijgt ze kritiek. Foto's die ze woensdag geplaatst heeft, die zouden namelijk nep zijn, gefotoshopt. Op reis door Zwitserland maakten ze deze foto's en de reacties zijn niemals. Neppe sneeuw, neppe berg, in hoofdletters. En Nandy zegt, wacht, is dit nou echt of niet? Gebruikt ze Photoshop bij al haar foto's of alleen die in Parijs? En daar zegt ze wat, want het is niet de eerste keer dat de influencer onder vuur ligt. Een paar maanden terug was ze op reis naar Parijs en daar maakte ze deze foto. Gewoon een mooie foto zou je denken, maar wie goed kijkt ziet dat dit niet de oorspronkelijke achtergrond van de foto is. Kijk vooral naar die kartelrandjes aan de linkerkant. Of deze foto waar duidelijk iets aan de hand is met de scherpte diepte. Want hoe kunnen zowel de Eiffeltoren als de jonge vrouw scherp in beeld zijn? Of hier, kijk vooral naar die gekke witte gloed aan de linkerkant van haar hoofd, alsof de oorspronkelijke achtergrond slecht is weggegumd. Maar deze foto die spant de kroon. Een vrij duidelijk voorbeeld van slechte Photoshop. Nou, duidelijk dat de achtergrond toch echt een andere foto is. Ja, na het knoeien met die foto's uit Parijs verloor de vrouw al duizenden volgers. Maar blijkbaar had ze haar lesje nog niet geleerd.